Hoor eens, hoor hem eens tetteren. Allemaal stoom, zo goed voor mijn poriën. Wat is er? Ja, dat ding dat knalt er bijna af. Jezus. Het is echt niet te doen hoor, het leven met jou. Nee, meid. Nou, nog een paar jaar. Dan kan je me wegdragen met de kist. He, dan ben je er vanaf. Zo is het. En wat voor kist wil je zwart, toch? Hooglands? Hooglands zwart. En wil je dan ook in zo'n koets met paarden, zwarte paarden? Of nee, zeg je, dat vind ik too much? Nee, ik wil wel dat ze jullie allemaal van die mooie zwarte gaasjes bestellen voor je gezicht in Italië. Oh, dat jullie allemaal van die mooie kantengaasjes voor je gezicht hebben. Ja, precies. Nee, dat komt en dan beide kind. En zonnebrillen ook, of zeg je, dat vind ik ook too much? Nee, want ik wil wel zien dat andere mensen zien dat je huilt. Oh ja, nou dan moet ik heel erg persen hoor. Van wie is dit kleine broekje? Dat lijkt wel voor de van Claire. Dat is van mama, maar dat is bij mijn enkel broekje inderdaad. Maar wat heeft zij een korte pootjes dan? Ja, maar zij krimpt, maar dat vindt ze niet leuk hè, als je dat zegt. Dan wordt ze zo fel. Oh, nou ja, en ze kan natuurlijk fel uit de hoek komen af en toe. Nou, met die sneeuw. Heel erg. Deze zijn van jou van niet, nee, doe maar niet. 1. Niet zo hard. 2. Waarom zo hard, Maxime? De bananendoosconstructie van Martien staat nog altijd als een huis en heeft zelfs Erika overtuigd. Sloophout is leuk, maar deze oplossing veel beter. En dat is toch een puntje voor Martien. Niet dat we de score bijhouden of zo, hoor. Maar toch, 1-0. Heb je? Heel veel. Kreeg je het er allemaal in? Ja, net aan. Oh, wat veel! Ja, en ze zijn dubbeld, hè? Ze ja, zijn dubbeld. Ze zijn dubbel. Dat meen je niet. Wordt ja. Een hele inloopkast. Meid, wat goed. Doe mij ook even een stapeltje. Moet je meteen naar boven? Joe. Ja, ik ben heel blij. Zoveel in één keer. En ze zijn natuurlijk allemaal dubbel, dus we komen een heel eind. Oh. Heb je nog meer, Eer? Ja. Ja, top. Ah. Nou, Maxime, niet gooien. Dan stop ik ermee. Waar ga jij heen? Ze moet hier, hoor. Je moet toch een kast boven? Nee, hier wordt de inloopkast. Oh, oh nou nee, lekker. Ik wil in mijn kamer. Weer alles naar beneden halen. Gewoon... Hier. Oh, die binnenste zijn natuurlijk zonder. Ja, het is vreselijk. Ja, dank je. Zal ik even helpen? Want ik heb natuurlijk ervaring. Zo. Oh ja. Zo. Ja. En dan weer omhoog. Ja. En dan? Nee, dan rechtop om te klemmen. Ja. Ja, en nou naar opzij uitbouwen, ja? Au. Au. Kom op, papa. Oh, wat goed. Oh ja, leuk. Nou. Ja, doe maar lekker een vreugdedansje. Dat is meer dan verdiend. Flink wat kastruimte voor Nop. Je zou bijna denken, wat kan je nog meer met die dozen? Ik zou dan bij je hoofd minder hard. Ja, dat zegt zij ook. Maar mijn reet komt ongeveer hier. Ja, dan is dit hier harder. Dat is goed. Probeer maar even. Misschien je voet hier en je dan gewoon laten vallen, wou ik zeggen. Ja, probeer eens. Het is waanzinnig. We kunnen nog wel meer halen. Waar mag ik ook proberen? Maar het is waanzinnig. Liggen, snel liggen. Een heel goed idee, oh, hoor. Het is zo fijn. Het ligt eigenlijk beter dan mijn. Ik denk dat ik het ook ga doen. We halen nog meer dozen. Dit gaat lekker, joh. Klussen met karton wordt op deze manier nog eens hip, simpel, goedkoop. En het ruimt me een partij lekker op. Au! Doe niet zo vervelend, Maxime. Kom maar. Ja, deur nou, dicht, kom. Raam dicht. Hallo, hi. Dat zie je ook niet vaak, een kraam met dierendingen. Hier zijn ze zo gek op. Ja. Maar ja, die zijn duur, 1,60 per stuk. Ik wil eigenlijk wel wat voor honden meenemen. Maar dan moeten we eigenlijk eerst even kijken wat we voor de rest kwijt zijn. Ja, precies. We gaan eerst voor onszelf eventjes eten scoren. En dan lopen we straks langs jou terug. Nou, lijkt me gezellig. Tot zo. Kaas, koffie, ook lekker. Ja, ook lekker. Maar ja, luxe, hè? Hallo. Dit zou ik het liefste willen, maar dat kan niet. Oh ja, ik ook. Kibbeling, maar ja. Willen we nog kaas? Ja, we moeten wel kaas. Kijk, hier kan je kaas pakken. Oh, kijk. Oh, kijk. Wow, lekker. Oh, heerlijk. Neem nog een stuk. Kan je niet vragen wat dit kost? Nee, natuurlijk gaan we dat... Oh ja. Misschien zegt hij, het is 1 euro. Hoe duur is zo'n potje? Oh, een euro. Oh, nou, dat was een geintje voor mij, hoor. Ik dacht veel duurder. Dat zijn het is lekker voor bij de borrel, hè, met kaas. Dat is wel heel lekker. Oké, dus dan nemen we die in ieder geval. Nog even een nou, en dan...
Ik hou het toch even nee, hoor, ik heb staat voor klanten. Nee, je mag eigenlijk maar één. Ik kan er toch niks aan doen dat ik zo lang moet wachten? Wat is de goedkoopste kaas die je hebt? Ja. Dat is hoe jonger, hoe goedkoper. Hoe jonger, hoe goedkoper, ja. Heb je een stuk van 500 gram? Ja. En maken jullie dit zelf? Nee, dat maken we niet zelf. Ja, we hebben vanochtend wat we wel zelf gemaakt hebben, dat is dit. Je hebt vast als hekskaas gegeten. Dit is dan de verse variant. Oh, dat vind ik zo lekker. Met peterselie en bieslook. Wat lekker. Ja. Zullen wij hier anders een middagje blijven staan? Want hij komt met het ene toosje naar het andere. Verse geitenkaas en olie met geitenkaas. I love goats. Ja. Trek helemaal bij. Wip in ieder geval. Ja, en die dat ook. Ja. €5,60 alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb ook meteen zin in een wijntje, maar ja. Ja, nee, ik zou je dan even wat lekkers voor onderweg meegeven? Nee, joh. Oh. Nou. Ja, lekker zo eten, maar ik ook heel lekker op stukje kerkentoast of stokbrood. Dit is heel romig. Nou, dan red je het even tot de avond even. Super, dankjewel. Hartstikke bedankt. Tot volgende week. Nu de Meilandjes gratis zijn bijgevoerd, kan er ook wel iets leuks vanaf voor de honden. Nou, daar zijn we weer. Misschien kan je even wat aanwijzen. Een klein snackje wat wel hard is, waar ze dus wel even mee bezig zijn, voor de hond. En denk u dat, dat je nekspier lekker zou vinden? Nekspier, klinkt goed. Ja, jij niet, maar de hond. Oh, nekspier, dat klinkt heel goed. En wat kost het? Nou, officieel is deze dus €3,50. Ja. Maar ik weet niet of dat mag. Als ik een foto van jullie mag. Dan mag je het zo meenemen. Nee, okay. Dat mag niet. Ik denk niet dat het mag. Dat mag niet. Jullie mogen betalen, hè? Wij mogen niks krijgen. Zo. Nee, dat mag niet. Hier is 4. 3,50. Daar hadden we gewoon anders koffie voor. Ja, ik begrijp dat niet. Krijg je van mij nog wat erbij? Oh. Nou, dat is die. Nou, heerlijk. Helemaal geweldig. Nou, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, dank je. Ja, vangen, net zoals de kinderen. Ja, ja, ja. Joehoe! Oh! Dank je! Deze maand mag de familie hun bekendheid alleen maar gebruiken voor het goede doel. Niet voor zichzelf. Maar ook zonder BNR-korting zijn ze binnen het budget gebleven. En zo was dit op alle fronten een geslaagde shopsessie. Nou, kijk eens wat wij hebben. Kijk eens. Oeh! Hier komen, leuk die gordijnen zo te hangen. Zo, met die ringen erin. Ja. Ja, maar luister, kunnen wij ook even een bouwmarkt bellen of we daar kunnen werken voor dat hout en die gipsplaten? Ja, dat is het beste. Ja. Dan werken we er gewoon zelf voor. Nou, wacht even. Klantenservice. Kijk. Klantenservice. Bellen. Om je beter te kunnen helpen, willen we je graag gelijk aan de juiste specialist koppelen. Oh nee. Dus heb je niets gekocht, maar heb je een vraag over het plaatsen van een bestelling? Toets 1. Nee. Heb je al iets gekocht, maar nog niet in je bezit? Wil je annuleren? Nee. Toets 2. Nee. Heb je je aankoop in huis en heb je hier een vraag of klacht over? Toets 3. Waarom is er niet dat je per se... Meer is er niet. Nee, ze zegt niks meer. Nou, dat is lekker. Nou, wat een vreselijke vrouw. Nee hoor, ik ben een ander op. Dag, de groeten nou, met haar. Nou, zoek maar even een ander nummer zo dan. Klaar mee. Nou, gaat hier dan. Nou, als we nou maar wel opnemen, normaal, in plaats van een bandje. En dat voor goed doel. Goedemiddag, je hebt met de blauwe overkant. Ja, goedemiddag, u spreekt met Martien Meiland van de familie Meiland. Een hele goede middag. Hallo, wij zijn op zoek naar een aantal uren werk, want wij willen graag voor een goed doel hebben wij wat hout nodig en wat gipsplaten. En wij zijn heel goed. Oké, we kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, denk ik. Ja. Kunnen we langskomen morgen? Wat voor werk dat dan gaat? Wij kunnen heel veel. Ik kan achter de kassa, Maxime kan op een karretje schoonmaken, de vloeren. En voor Erika, die... Oh, die kan alles. Hou die honden even vast. Oh, sorry. Maar is het een plan dat wij... Oh, wacht even, één moment. Er is hier, oh, er loopt iemand voorbij met... Is hier een noodsituatie. Is het goed dat wij morgenochtend anders even langskomen om het te bespreken met u? Dan zijn wij er om een uur tussen 9:30. Oké, dan zien we morgen. Tot dag, meneer Blauwhuis. Dag, meneer Blauwhuis. Hoi, hoi. Heet het Blauwhuis? Blauwhof heet het. Oh, Blauwhof. Ik dacht Blauwhuis.